In dit gebouw, het ministerie van Justitie, wordt bekendgemaakt dat de terrassen nog wel even onder zeil kunnen blijven. Dat betekent dat we de huidige maatregelen in principe met 3 weken verlengen tot en met dinsdag 20 april. En dat terwijl het er 2 weken geleden, voor de verkiezingen, nog zo zonnig uitzag. Als de ziekenhuizen dus niet verder onder druk komen te staan, dan komen we rond Pasen op een punt dat we weer een nieuw risico durven nemen. Dan durven we het aan om vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer te openen. Maar dan is er hoop en dan is er weer geen hoop en dan is er wel hoop en dan weer geen hoop. Is dat niet een beetje zwabber beleid ook? Nee, dat is iedere keer met Nederland communiceren wat wij weten. En als wij dingen weten, dan zeggen we dat eerlijk. En als het meevalt, dan valt het mee. Als het niet meevalt, valt het niet mee. Dan zeggen we dat ook eerlijk. Ik denk dat dat volwassen omgaan is met Nederland. En dan die avondklok. Die verschuift met een uurtje. Concreet betekent dit dat de avondklok vanaf woensdag 31 maart geldt van 10 uur 's avonds tot 4:30 's ochtends. Een uurtje dat er 2 maanden geleden echt niet vanaf kon. Hij moet effectief zijn. En wat eigenlijk het OMT zegt is, wil je hem effectief laten zijn, dan moet hij ergens in dat tijdslot tussen 8 en 9 moet hij echt aanvangen. En als je na 9 uur gaat, dan neemt het enorm af in effectiviteit. Dat hij nu toch gaat draaien aan die avondklok vindt Rutte zelf goed verklaarbaar. Dat is wat je bestuurlijk moet doen. Je probeert maximaal effectieve instrumenten in te zetten om deze vreselijke epidemie te bestrijden. Waarbij alle deskundigen zeggen, als het schemert en licht is, dan is dat echt ingewikkeld. Dat zegt de politie ook, dat geeft in de handhaving zoveel issues. Dat we die concessie doen en hem op 10 uur zetten. We gaan snel naar Den Haag, naar Arjen Noorlander. Want Arjen, voor de verkiezingen, de laatste persconferentie, hoorden we nog, nou ja, de terrassen kunnen wellicht open, de avondklok helemaal van tafel, hogescholen misschien open. Maar nou ja, al die versoepelingen zitten er dus allemaal niet in. Nee, en je zou zeggen, daar moet je juist een week voor de verkiezingen heel erg voorzichtig mee zijn. Want ja, in een crisis is communicatie de helft. En juist als je dingen gaat beloven een week voor de verkiezingen, ja, dan heb je kans dat als het daarna niet doorgaat, dat dat natuurlijk werd gezien als valse verkiezingsbeloften. En ja, de disclaimers zaten erbij. Er moest natuurlijk niet weer een nieuwe variant komen. De ziekenhuizen moesten niet vollopen. Maar ondertussen werd die datum van 31 maart voor het heropenen van de horeca wel degelijk genoemd. Daar hielden ondernemers rekening mee. En daar hebben mensen zich natuurlijk ook aan vastgehouden. Ja, als dat niet doorgaat, dan is dat natuurlijk heel erg zuur. En achteraf kan je ook zeggen, ja, was dat nou eigenlijk wel een realistische belofte? Want ze zeiden, misschien kunnen de terrassen weer open. Maar tegelijkertijd in dezelfde periode werd er heel erg gewaarschuwd voor de Engelse variant die onvermijdelijk zou komen, die er onvermijdelijk ook weer voor zou zorgen dat de ziekenhuizen verder vol zouden lopen. Dus net voor de verkiezingen kwam er een dubbele boodschap. En ja, dat zou je ook een beetje zwalkend beleid kunnen noemen. Ja, dat was nog langer geleden. Eigenlijk kan je nog zeggen, was voor de verkiezingen. Afgelopen vrijdag kwam D66 nog door Kaag met de suggestie van, de avondklok moet er helemaal maar af en de hogescholen kunnen open. En een paar dagen later ook dat niet, behalve het uurtje misschien van D66. Ja, een uurtje later, waarvan Rutte aanvankelijk eerst had gezegd, het kan geen uurtje later, 9 uur moet, want als je het nog een uurtje later doet, heeft die hele maatregel eigenlijk geen zin meer. Nou ja, nu kan een uurtje later wel. Terwijl een andere hele strenge maatregel, dat je maar 1 iemand per dag thuis mag ontvangen, een maatregel waar misschien heel veel mensen zich inmiddels ook niet meer echt aan houden, ja, die moet wel echt blijven. Dat uurtje later komt een beetje voort, heel praktisch gezien, uit boze burgemeesters gisteren die tegen Rutte hebben gezegd, je stelt mensen al teleur dat de terrassen voorlopig niet open gaan, maar straks wordt het wel lekker weer, zitten de parken misschien wel vol met mensen die dan maar niet op het terras gaan zitten, maar in het park een fles wijn opentrekken. En wie moet er dan die problemen oplossen en die parken leeg gaan vegen als het toch allemaal niet goed gaat? Dat zijn wij, de burgemeesters. Wij moeten dan de problemen gaan oplossen die er zijn, omdat het kabinet geen stappen verder naar openheid wil zetten. Ook hier dus weer zwalkend beleid, onrust, ongemak tussen burgemeesters, regio's en het kabinet. Het kwam vandaag allemaal niet heel sterk over, maar uiteindelijk is de uitkomst dat alles hetzelfde blijft, behalve dat 1 uurtje avond. Ja, en ook dat het allemaal nog wel even duurt, hè? Minstens 3 weken. Ja, niemand heeft daar natuurlijk zin in. En nou ja, als je toch vanavond naar Rutte en Hugo de Jonge keek, dan leek het ook wel of zij er ook niet zoveel zin in hebben. Hè? Nee, ze waren bijna net zo futloos over de coronacrisis, zou je kunnen zeggen, als de rest van Nederland.
Misschien zat de vermoeidheid van de campagne nog heel erg in de benen, maar het kwam toch anders over dan het afgelopen jaar bij die persconferenties, waarbij de twee mannen zich echt opbliezen en echt een boodschap aan het land willen geven, straalden ze nu toch ook een beetje uit. Ja, we hadden gehoopt dat we de race met het vaccineren zouden winnen en dat die derde coronagolf er niet zou komen, dat dit allemaal niet nodig zou zijn. Maar die race ging niet snel genoeg, het vaccineren gaat niet snel genoeg, misschien ook wel tot frustratie van het kabinet zelf. En dat betekent dus dat we de komende maand, misschien wel 2 maanden, toch nog steeds vastzitten aan een derde golf die we hadden hopen te voorkomen, met dat zwalkende beleid, dat minder consequente beleid, waar ook vandaag duidelijk merkbaar was bij de twee ministers die daar verantwoordelijk voor zijn, dat het moet, maar dat ook zij daar eigenlijk geen zin meer in hebben. Duidelijk, dankjewel. Arjen Noorlander vanuit Den Haag.